De reizigers spoeden zich naar school en werk. Lejeunesse heeft een centrumfunctie voor de regio wat betreft werkgelegenheid, scholing, gezondheidszorg, cultuur en bestuur. Het vele groen maakt Lejeunesse tot een prettige stad om te wonen. Het is een oude stad, toch is de mentaliteit er allesbehalve ouderwets, maar open, tolerant en coöperatief. Dat wordt op Europees niveau gewaardeerd en is beloond met een prijs uit Brussel. De Calvinistische Johanneskerk is herbouwd aan het begin van de 18e eeuw door de stadsarchitect van Lejeunesse met de klinkende naam Pompeo Ferrari. We verlaten de provincie Wielkopolska en reizen verder naar de provincie Pomorze. Eerst bekijken we het plaatsje Znin, hoofdstad van de Paluki-regio. In de 18e eeuw nam een plaatselijke bisschop het initiatief tot dit religieus museum. In deze 15e eeuwse toren op het dorpsplein is een expositie ingericht over de geschiedenis van de stad en de vele monumenten. Ons reisdoel echter is het station van Znin, voor een rit met de stoomtrein over een, in vele opzichten, historisch traject. We worden vergezeld door een vrolijke groep kinderen die vandaag een schoolreisje maakt. De locomotief die op dit traject wordt ingezet is een PX38805. En dat is het laatste type smalspoorlocomotief dat in Polen operationeel is. De trein rijdt onder de vlag van de ZKP, de spoorwegmaatschappij van Znin, die zorg draagt voor de toeristische spoorlijn. Langzaam komt de locomotief op gang. Goed op temperatuur, vol onder stoom. En de kinderen zijn opgeladen vanwege de spanning om dingen die komen gaan. Het traject voert van Znin naar Biskupin over een afstand van zo'n 11 kilometer. Zodra we de stad Znin achter ons hebben gelaten, komen we in het vlakke Poolse landschap terecht waar akkerbouw de boventoon voert. In dit gebied richt de landbouw zich van oudsher voornamelijk op het verbouwen van suikerbieten. Deze spoorlijn is gebouwd onder Pruisisch beheer en is geopend in 1894. De lijn moest Znin verbinden met andere steden en was bedoeld voor zowel goederen als passagiersvervoer. In de Tweede Wereldoorlog was de lijn in Duitse handen en vanaf 1949 eigendom van de PKP, de Nationale Poolse Spoorwegmaatschappij. Hoewel de lijn jaarlijks goed was voor het vervoer van 800.000 ton goederen en 40.000 passagiers, werd de lijn om economisch-politieke redenen in 1962 gesloten voor passagiers. In de jaren 70 kwam het toerisme op gang in Polen en deze streek heeft toeristen veel te bieden. In 1976 werd de lijn weer geopend, maar nu vanuit een toeristisch oogmerk. De trein rijdt van mei tot september.